Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft geloof in de leiding van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Hij sprak journalisten eerder deze week over ontwikkelingen bij het waterbedrijf. De bewindsman werkt aan verdere uitvoering van de plannen van de maatschappij. Belangrijk is dat ik vertrouwen heb in de leiding van het bedrijf. En dat is voor mij van belang. Het restprogramma zouden we die defecte pompen in één keer kunnen vervangen. Het gaat om niet alleen om brandpompen, maar het gaat ook om distributiepompen. Maar daarnaast blijven we niet zitten. Vorig jaar een overeenkomst getekend met IDB, waarbij de waterproductie, de capaciteit wordt opgevoerd. Abiyamofo wilde niet ingaan op de opmerkingen van zijn collega's van Financiën en Buitenlandse Zaken over geldinjecties die de staat heeft beloofd aan de SWM. De ministers zeiden dat de waterleidingmaatschappij tot in details moet aangeven wat er met het geld gedaan zou worden.